Hallo dames en heren, super tof jullie kijken naar een goed nieuwe video. Vandaag gaan wij de Fortnite Chapter 5 Official Trailer, ziek Engels, Official, gewoon die trailer kijken. Je hoort op de achtergrond de OG Fortnite, want ik doe Fortnite gewoon aan. Ik moet wachten gelijk, ik weet niet hoeveel minuten, 4 minuten. En ja, ik dacht, waarom kijk ik gewoon niet tijdens die dingen, chapter, ding, die trailer en kan video daarover maken. Dus win-win, denk ik. En als je hoort, wacht, ik ga dat wel uit doen voor deze video. Oké, dus uit. Dat is gewoon voor die voorluchting ofzo, oké. Fortnite chapter 5. Ik heb een paar stukjes al gezien. Maar ja, ik hoop dat het niet te luid is op de dag. Want, hallo, nee, ik weet niet. We kijken. Ik ga wel eerst volledig kijken en dan opnieuw voor een paar stukjes. En dat is nice. We gaan opnieuw kijken. Maar deze keer ga ik een paar keer stoppen. Tot nu toe. Gelijk. Ik ga de OG Fortnite missen. Maar we krijgen wel iets goeds terug. En bro, ik dacht echt dat we gelijk Lego versie gingen krijgen van deze Fortnite. Maar gelukkig niet. En ja, ik heb eigenlijk nu Fortnite ook aan om die live event te kijken. Maar ja. Laatste keer hè, dat we, oké, eigenlijk niet laatste keer, gelijk Fortnite heeft getweet dat 2024 dan misschien terugkomt. Maar ja, een live event is een live event. We gaan opnieuw kijken, maar dan ga ik een paar dingen stoppen. Ik zie direct dat ze een andere wereld, had ik ook verwacht. Nu, de titel van, of ja, de naam van deze seizoen is Underground. En dat klopt ook veel, er is veel Underground, er is veel, ja, kijk voor we daar waar de trein uitkomt. Een trein is wel nice. Dan verwacht ik ook dat de map groter is door die trein. Josie ziet er nice uit, lekker oud. De linker mevrouw kan misschien een van de itemshops, hoe heet dat, de Pass, Battle Pass zijn. Hier we zien gelijk dossiers misschien, allemaal dossiers. We have your banana hier toch? Ja, we have your banana. Ik weet waarom, gelijk heel druk. Dit van wapens modden, en dat is wel heel cool. Het enige wat ik wel een beetje vind is de, ik moet even mijn plezier. De enige wat ik wel vind is het verandert, ze kopiëren een beetje van andere spellen. Bijvoorbeeld, ik dacht Apex Legends, ik weet niet bij welk spel, maar je kan ook op muren lopen of jumpen of zo, ik weet niet. Nu kan je ook wapens modden, gelijk Call of Duty, dus klik. Dat is cool, maar ja. Dus je kan echt goede, gelijk je kan. Je kan een loadout van een loadout maken, gelijk. Wauw.
zien hier gelijk een soort van Chinese Japanken. Zo'n beetje, ik denk Chinees-achtig. Mijn theorie is misschien in elke stad of zo dat er een andere cultuur is misschien. Zo. Want dit is echt heel mooi, hè. Gelijk als je dit op de PS5 speelt, want ik heb de PS5, dan is dat echt heel mooi. Kijk, zie je, er zijn ook bruggen en gelijk... Dat je die treinen gelijk kan saboteren of zo, kun je niet gelijk kaboom doen. Oh, er is ook een shield. Kijk, dit. Je kan jumpen, wacht. Ik weet niet, dat is te veel. Hoor je muziek? Oh, sorry. Wow, dat is echt goede muziek. Ik heb nog 53 minuten voor die live event begin. Ja, kijk dit. Hier is een nieuwe jump. Een nieuwe shield pop. Dat is wel chill. Lopend shield nemen, dat is wel chill. Alleen, je hebt niet echt bescherming. Je kan gewoon op elk moment geraakt worden. En dan had je ook deze animatie dat die shield gewoon heeft. Van kwaliteit is dat nog hetzelfde misschien. Maar ik zie gelijk... Ik kan eigenlijk niet meer de verhaal volgen van Fortnite. Dan ga naar daar, ik weet niet. Maar verhaal boeit me niet echt veel. Maar gewoon, ja. Deze guy, ik ben echt zijn naam vergeten. Grievous, ik weet niet. Maar hij is grappig. Er is veel. Ik ga eerlijk zijn, het is goed. Oh, wacht, er is ook een tekenversie, als je dat ziet, er is ook een tekenversie. Ik vind het goed. Oké, ik vind het goed. Veel nieuwe dingen. Ja, ik hoop dat, dat deze seizoen, gelijk, ik weet niet man. Er moet gewoon, die OG Fortnite moet gewoon blijven. Dat is gewoon goede tijden. Ja, dat was het eigenlijk. Het is sava is misschien te slecht voor deze. Het is oké. Dat is nog slechter. Het is goed. Maar als ze gewoon een minigame maken voor dat je de OG map gaat spelen. Ja, dat zou goed zijn. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo niet, dan niet. En abonneer, like en tot de volgende keer. Doei!